die uitlopen en dan kom je tegen de spaar. Het klinkt heel kut, maar ik waardeer dat mensen eerlijk met mij zijn, maar je stinkt een klein beetje uit je mond. Dan weet je dat. Ik ben hier van de Giergast, ik ben Martijn. En ik ben Jos, Niels. We hebben weer een tweet binnengekregen, Martijn. Dat klopt, Niels. Een tweet van Hamid. Bah, dat ruimt. En die luidt, hij wil een nieuwe iPhone 6. Ja, dan moeten wij dus heel veel geld bij elkaar zien te sprokkelen op een gierige manier. Dat is duur. Dus ik zat te denken, laten we gewoon een super goedkoop product verkopen als een super duur product. Als een super duur product. Beetje in principe als water verkopen in de woestijn, want is de nood zo hoog dat je die prijs wel moet gaan betalen. Dus laten wij iets van een situatie creëren waarin wij bijvoorbeeld 500 euro voor een pakje kauwgom kunnen vragen. En hoe dwing je iemand tot het kopen van een pakje kauwgom? Door te zeggen dat hij uit zijn bek meert. Yes. We hebben natuurlijk wel een bord nodig als kauwgomverkoper. Ja. En die heb je gefixt, toppie. Kauwgom uiteraard. En ik dacht eigenlijk niet heel veel, maar dit kan een soort van hier. Dan kun je hem omhoog houden. Oké, dus je gaat ze voor 3 euro verkopen? Ik ga wel mijn best doen, ja. Duurste kauwgom ooit! Kijk, denk ik teken even een paar kauwgompjes. Anders snappen ze niet wat we bedoelen. Nee, precies. Chewing gum for sale! Kauwgom te koop. Heb jij ooit iemand kauwgom zien verkopen? Nee, vind ik niet. Oké, laten we het doen. Let's go. Dus jij gaat ze hier aanspreken? Ja, hier zo voor de tours en tickets. En ik hou je daar in de gaten. Ja. We moeten eigenlijk ook nog even een signaal afgeven wanneer iemand Nederlands of internationaal is. Dat is een goeie inderdaad. Anders moet ik kauwgom of chewing gum. Ja, dat is lastig. Dat is ook lastig. Ik doe een eentje is Nederlands, een twee is internationaal. Oké, okay, cool. Oké, okay. Succes. Sorry mevrouw, weet u waar het Centraal Station is? Ja, die kant op. Die kant op? Ja, gewoon rechtdoor. Oh, sorry dat ik het zeg, u heeft een kauwgompje nodig. Okay. Ja. Chewing gum for sale. You want to try the new chewing gum? Ja. Dit is awkward, gast. Kauwgom te koop. Ja. Oké, laat mij er maar even mee aanspreken, dat gaat helemaal fout. Hoezo? Het lukt je gewoon niet, ze namen je niet serieus. Ze namen me niet serieus. Oké, nog één poging. Ja. Do you know where Central Station is? Central Station. Oh. Over de deur, hoor. Oké. So you need a chewing gum, man. A little. It's bad fresh. What? You need a chewing gum. Chewing gum for sale. Chewing gum for sale. Dit is zo awkward, jongen. Hey man, kan je wat vragen? Engels, do you know where Central Station is? Die met de fiets. Okay. I don't want to be a dick, but you smell a little bit out of your maybe chewing gum. I appreciate when people tell me. Sorry. Kauwgom te kopen. Kauwgom te kopen. Wil jij een kauwgompje kopen? Wil je een kauwgompje kopen? How much? It's 3 euros. 3 euros. Yeah, do you have change? Yeah, I think so. I'll buy this from you just because I like the setup you guys. Oh, really? Really? Yeah, absolutely. Oh, great, thanks. This one is for you. All right, and it's great. 5 euros. Thank you very much. Right. Great. Have a day. Maar ik had geen wisselgeld, man. Ik zag je heel lang met een kletsen. Ja, ik had geen wisselgeld. Je had geen wisselgeld. Nee. 5 euro betaald voor 1 pakje. Ja. Je stinkt een klein beetje uit je mond. Misschien een kauwgompje of zo. Oh, maar... Oké. Sorry. Eén klein dingetje, stinkt een heel klein beetje uit de mond. Hallo, chewing gum te koop. Kauwgom. Nee, geen kauwgom. Kauwgompje in mijn mond is echt flauw. Echt? Wat dan? Het is heel flauw. Wat dan? Het is heel flauw. Hoezo? Het is echt heel flauw. Het is echt heel flauw. Zo dom van haar ook dat ze dan dat gaat zeggen, want dan komt het er juist in. Ja. Maar je stinkt een klein beetje uit je mond, ja? Misschien een kauwgompje of zo. Sorry, oké. Nee, je maakt niet uit, maar weet je dat? You smell a little bit out of your, maybe you need a chewing gum or something. Oh. Kauwgom te koop, chewing gum. Hey, do you want to buy a chewing gum? This is the best chewing gum we got now. But I'm confused. What is wrong? Okay, I thought it was a prank or something because one guy asked me for directions. Yeah. Just like on the other side of the street. Yeah. And then he told, oh, you smell bad from the mouth, you should have a chewing gum. Oh, really? Yeah. Now and now, oh, this is such a coincidence. Oh, yeah. Thank you very much. This one is for you. I'm so confused now. It's a crazy story. 2 euro.
Hallo. Hoi, mag ik kauwgom? Ja, zeker. Ja, voor 2 euro. Okay. Weten jullie waar het spui zit? Goeiedag. Goeiedag. Het spui. Spui. Daar is spui. Ja, ik loop en ik kom dicht het spui. Het klinkt heel kut. Maar ik waardeer dat als mensen eerlijk met mij zijn, maar je stinkt een klein beetje uit je mond. Dan weet je dat. Als mensen tegen mij altijd zeggen, vind ik dat altijd fijn. Ja, okay. Bijvoorbeeld als er iets zit of whatever, maar dan weet je dat. Maar spuit is die kant op. Ja, klopt. Super. En dan linksaf. Doen we ons nieuwe kauwgomproduct kopen? Nee. Zeker bij die andere. Ja, welke andere? Ja. Ik weet van niks. Sta je alleen hier? Ja, ik sta alleen hier. Ja, lul. Ja, ik sta hier niet alleen. Jawel. Nee, oké, okay, maar maakt niet uit. Je bent van tv. Oh, ik ben... you want to buy chewing gum? Yeah. Yes? What? You have 3 euros? Yeah. Okay. Thank you very much. There you are. Yeah. Thank you. You want some chewing gum? Yes. Yes? It's 3 euros. Dit is chewy. Zo jongen, we hebben weer lekker gewerkt vandaag. Keihard gewerkt. Mensen beledigd. Ja. Mensen blij gemaakt. Even kijken, even erbij tellen. 5, 7, 9, 10 euro. 11 euro, 12 euro, 12,50, 13 euro, 13,50. Niels, we kunnen hier net geen iPod mini verkopen. Sorry Amit, sorry. Nokia 3310 dan? maar ik weet wel wat. Jij weet wel wat? Ja, we kunnen het ook op een andere manier oplossen. Niels heeft weer een idee, oh god, nu gaat het fout. Tududududu. Zo! Hey, hier is weer. Kijk eens wat ik heb. Voor 13,50 euro aan telefoonhoesjes gekocht. En heb je ook een beetje rekening gehouden dat het voor een jongen was? Of? Ja, maar kan niet kiezen. Ik weet niet wat zijn seksualiteit is. Maar ja, nu kan hij kiezen. Dus ja, die telefoon moet je echt zelf kopen, Hamid. Maar ja, de volgende keer gaat hij in ieder geval niet meer kapot. Mits je dit hoesje wel gaat gebruiken. Ja, inderdaad. Ze komen zo snel mogelijk naar jouw kant toe. En vond je nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren. En like ons ook even op social media. Ja, en vergeet ook vooral niet te kijken naar de klap in de ballen van Martijn. Yo, je bent echt zo'n vies vertaalde teringlijn, joh. Oh ja, en als jullie nou merchandise willen kopen, dat kan op www.gigas.nl. Tot volgende week.